Frits is met zijn gezin op wintersportvakantie in Oostenrijk. Zijn 9-jarig zoontje Felix vraagt aan zijn papa of hij een punaise op de wereldkaart wil zetten in Oostenrijk, want hij verzamelt hun vakantiebestemmingen. Frits kijkt lang naar de kaart en plaatst vervolgens de punaise in de Gobi-woestijn. Want, zo legt hij uit, op de kaart kun je zien dat daar bergen zijn. Felix is ontzettend trots op zijn papa en kan niet wachten om op school op het digibord de kaart te laten zien. Frits voelt zich ondertussen enigszins ongemakkelijk. Uit onderzoek van het CITO blijkt dat slechts 34% van de leerlingen in voldoende mate kan kaart lezen. Dat is bar weinig, maar gelukkig is het een vaardigheid die systematisch te trainen valt. In de middenbouw kunnen kinderen eigenschappen van kaarten leren, zodat ze kaarten kunnen lezen. Denk hierbij aan het kunnen lezen en gebruiken van de titel, de legenda, de schaal en symbolen. Vervolgens kunnen leerlingen in de bovenbouw kaarten doelgericht inzetten, bijvoorbeeld bij opdrachten uit de methode, grotere opdrachten of een project. Het trainen van kaartvaardigheden bestaat uit 4 stappen. Inventariseren, visualiseren, analyseren en interpreteren. De eerste stap, het inventariseren, begint met de cruciale vragen: welke kaart heb je eigenlijk nodig? En wat is er op de kaart te zien en te vinden? Wil je iets weten over neerslag, landschappen of bevolkingsdichtheid? Of wil je gewoon een stad, een land of een rivier vinden? Als je met een atlas werkt, moet je de juiste kleuren en symbolen kunnen duiden. En ook gebieden en steden kunnen aangeven. Kortom, je moet met de legenda kunnen werken. Je kunt leerlingen laten oefenen door ze allerlei opzoekvragen te geven. Zoals, zoek de hoogste berg. Of, hoeveel steden van 100.000 inwoners of meer zie je in Zuid-Holland? De tweede stap is het visualiseren. Oftewel, hoe ziet het er in werkelijkheid uit? Dit onderdeel is belangrijk om leerlingen te helpen bij het vormen van hun wereldbeeld. Als een gebied op de kaart lichtgroen is, hoe ziet dat er dan in werkelijkheid uit? Of een klein zwart vierkantje dat een metropool voorstelt. Als je daar bent, wat zie je dan? Bij deze stap kunnen digitale middelen het enorm verduidelijken voor leerlingen. Zoals bijvoorbeeld satellietbeelden van Google Earth of foto- en videomateriaal. De derde stap, het analyseren, gaat over het kunnen vinden van patronen of verbanden op de kaart. Waar vind je vooral vulkanen? Ze zijn aan de rand van de continenten. Of wat valt je op als je vanaf de Evenaar naar het noorden of het zuiden reist en je let op de neerslag? Deze is gespiegeld. En zo ontdek je bepaalde patronen. Je moet ook kunnen analyseren tussen 2 of meerdere kaarten. Zie je verschillen of overeenkomsten? Valt het je op dat de neerslaggebieden overeenkomen met de klimaatgebieden? En dat zowel in Noord-Afrika als in Zuid-Afrika een Middellandzeeklimaat heerst? Met behulp van deze stap leer je dat verschijnselen niet toevallig ergens voorkomen. En dat wat op één plek voorkomt, kan op andere plekken ook voorkomen. De vierde en laatste stap is het interpreteren. Oftewel, kun je verklaren wat er te zien is op de kaart. Hiervoor is vaak extra informatie nodig die niet direct van de kaart is af te lezen. Bijvoorbeeld, kun je verklaren waarom de bevolkingsdichtheid in Cairo zo hoog is? Of hoe komt het eigenlijk dat metropolen zo vaak aan de kust liggen? Ook bij deze stap biedt ICT een meerwaarde door leerlingen aan de slag te zetten met een passende webwandeling of webquest. Door deze stappen met leerlingen te doorlopen en hun kaartvaardigheden te trainen, help je hen iets meer van de wereld te begrijpen. Immers, kinderen moeten leren kaart lezen voordat ze kunnen kaart lezen om te leren.